Sick. Oh, dit is veel beter, man. Oh man, moet je het zien. Holy shit. Dit lijkt echt superveel meer op een boot. Hey, hallo allemaal. Welkom bij een speciale aflevering. Namelijk, Morten en Robbie maken een aflevering. Ja. Ik ben hier vandaag met Robbie. Hey, Robbie. Hey, Robbie. Hallo. Hallo. Hey. En Esra. Esra zit er ook bij. En jullie zijn bezig voor een schoolproject, klopt dat? Ja, klopt. Wij hebben een passieproject. En dan moet je je soort van je held moet je interviewen of meespreken of wat dan ook. En we hadden dus jou gemeld om te vragen of dat kon. Je had geantwoord. We waren super blij. Ja, man. Ik denk, nou, dat klinkt super leuk. En ik ben iemand held. Wauw, wat cool. Thanks, guys. En ik denk, ja, maak gewoon tijd voor. Super leuk. En ja. Ook wat ook is vaak in de comments vragen mensen: hey, maar hoe maak je nou? Wat doe je nou? Hoe maak je nou een aflevering? Wat voor een opnameapparatuur gebruik je? Bla bla bla. Ja, dat dacht ik van, nou, dan kunnen we mooi die twee dingen tegelijk doen. Robbie kan zijn vragen stellen. En als jullie nog vragen hebben hierna, na deze video, kun je dat ook gewoon in de comments stellen. Maar dan laat ik een beetje zien van, hè, wat doe ik nou eigenlijk allemaal aan YouTube? De opname loopt nu al. Je kan hier, heb ik mijn channel er even bij gepakt. En ik kan hier, ik heb twee monitoren. Kijk, ik sleep deze. Woep. Kijk, dit is mijn opnameprogrammaatje. En hier zie je van dat hij aan het opnemen is. En ja, dat doe ik met een knopje op het toetsenbord, zet ik dat aan of uit. Dan heb ik apart mapje gemaakt om alle spullen in te doen voor dit projectje, zeg maar. Zodat dat allemaal netjes wordt zometeen. Nou, en laten we gewoon maar beginnen. Robbie, heb je nu al vragen? Je had net wat vragen. Ja, ik heb een vraag over waarom ben je begonnen met YouTube? Nou, kijk, laat ik ondertussen naar mijn about gaan van mijn channel. En waarom ben ik begonnen met YouTube? Nou, dat was namelijk zo vroeger. Vroeger, kijk, ik ben begonnen op 28 augustus 2014. Ja. Dus dat is nu bijna twee jaar geleden. Oké. En ik ben begonnen omdat ik speelde heel erg veel Minecraft. Samen met Sarnia heb ik altijd heel veel Minecraft gespeeld. Ja. Trouwens, je zal al sirene horen, maar dat komt omdat het is vandaag echt heel erg warm bij mij. En ik kan het. ik denk dat dit wel even gaat duren, dus ik heb gewoon maar het raam opengezet. Ja. Zo daarvoor. Maar ja, ik heb dus. Ik speelde dus heel veel Minecraft met Sarnia. Hij speelde toen. Wat speelden we ook alweer? Volgens mij speelden we daarvoor ook al Terraformacraft. En we speelden die oude. De eerste Agrarian Skies, Skyblock en zo. En. Daarvoor nog speelde ik Project Zomboid. Ik kan dat wel even laten zien. Dat is wel een leuk spelletje. Project Zomboid. En dat Project Zomboid is ook een spel dat je moet overleven. Hier zo. Klang. En dat vond ik altijd super tof. Om te spelen. Alleen dat is best wel een lastig spel. En ook om zeg maar beter te worden, ging ik dus kijken naar andere mensen die speelden. Dit gaat even een stukje terug hoor. Dit is dus nog voor 2014. En als ik op YouTube keek ik altijd vet veel naar Mathis Games. Ja. Mathis Games. Mathis Games is een Engelse dude. Ja, kijk, hij heeft nu 190.000 subs ongeveer. En ik begon hem te volgen op iets van 2000 of zo. Ik ben echt zo'n hipster van zijn channel. Toen hij nog lekker underground was. En toen speelde hij heel veel Zomboid. Hij was de eerste Zomboid speler. En toen ging ik dat kijken. En toen dacht ik, let's plays, weet je. Vind ik echt vet. Ja. Gewoon om te YouTube te kijken. En toen begon ik met kijken. En toen ben ik. Wat is het? Ja, ben ook gewoon gaan kijken naar andere YouTubers. Zoals. Hoe heet die? Janak B. Dat is ook een Engels. Kijk eigenlijk alleen maar Engelse dudes. Bijna alleen maar Engelse dudes. Hier is hij, Janak B. Zijn channel. Hij is zo grappig. En hij is ook een van mijn helden dan, zou ik zeggen. En Etho. Ja. En ik kijk heel veel YouTube. Wat zeg je? Hij speelt ook Ark blijkbaar. Dat is ook wel leuk. Ja, hij speelt inderdaad. Hij heeft het een poos niet gespeeld, maar nu speelt hij het wel. En Etho heeft ook Ark gespeeld, maar Etho heeft heel veel Minecraft gedaan. En ik vind deze gasten vind ik gewoon echt super cool, omdat ze. Ze zijn een beetje rustig. Een beetje meer rustige YouTubers. Ze zijn volgens mij ook wat ouder, zeg maar. En. Ja. Ik vind het gewoon altijd dat ze zijn heel erg grappig zonder dat ze heel erg explosief zijn. Dat vond ik altijd wel tof om te kijken. En toen op een gegeven moment, toen kwam Crash Landing. Ja, en ik geloof dat
Generic B dat speelde toen, dacht ik. Generic B? Die je net was. Deze dude, deze kerel. Die speelde toen Crash Landing. En toen dacht ik, oh, dit is zo vet. Dit ga ik ook spelen. En ik had al een beetje over gedacht om vroeger om bijvoorbeeld voor Project Zomboid dan filmpjes te maken. Toen kwam Crash Landing en toen dacht ik, hey, wacht eens even. Er zijn helemaal geen Nederlandstalige, echt technische, ja, voor Minecraft zeg maar. Technische Minecraft, die modded Minecraft, waren eigenlijk niet zoveel Nederlandse YouTubers. Waren helemaal niet zoveel Nederlandse YouTubers. Heb je met meer games volgens mij. Ja, klopt. Er zijn gewoon sommige games kun je inderdaad bijna geen Nederlandse YouTubers vinden. Of dan zijn het echt twee afleveringetjes of zo. En toen dacht ik van, ik ga... Het staat volgens mij ook nog hier. Hier, Nederlandstalige modded Minecraft en andere computerspelletjes. Maar voornamelijk de modded Minecraft in het Nederlands. Dat was er nog niet zoveel. Misschien dat iemand nu zegt, oh, ik echt wel D&D. Tuurlijk, oké, er waren wel een paar mensen. Maar ik dacht gewoon van... Hey, dat gebeurt niet zoveel. Ik vind het gewoon super tof. En ik had dan al heel veel modded Minecraft gespeeld. Dus ik dacht, dat is wel, wel leuk om te gaan doen. Ja. Dan voeg ik ook wat toe, weet je wel. Want ik dacht ook van, ja, je kan wel gewoon weer nog een keer Survival Minecraft gaan spelen. Maar ja, dat is er al heel veel. Dat is er al in het Engels, in het Nederlands. In al, eigenlijk, dus ja, dan kun je net zo goed iemand anders gaan kijken, vind ik dan. Filmpjes maken. Precies, dus het... Probeer iets, dat probeer ik nog steeds wel. Niet dat heet waar. Sommige dingen. Maar bijvoorbeeld hier, kijk even naar mijn laatste video's die ik gemaakt heb. Nou, we hebben natuurlijk Hurt World. En toen Hurt World uitkwam, toen was ik volgens mij de eerste. Of een van de eerste. Ben ik gelijk mee begonnen. Dan dacht ik, er is nog niet. En hetzelfde geldt voor Fortress Craft. Fortress Craft is nu ook een serie die elke zaterdag komt. Daar is ook nog niks in het Nederlands van. Dus dat vond ik ook wel vet. Maar er zijn ook gewoon dingen die... Ondertussen dat ik denk van... Nou, ik heb gewoon zin om dat te spelen. Zoals... Stranded Deep? Stranded Deep, inderdaad. Daar is al wat van in het Nederlands. Best wel veel zelfs, geloof ik. Wat is het? Ark. Dat was er ook al. Ja. Maar dat leek me gewoon zo vet. Dus ik ben er een beetje van het originele. Ik probeer nog steeds originele dingen te doen. Maar ik doe ook gewoon wat ik leuk vind. Ja, zo... Zo evolueert dat eigenlijk. Ja, dat vind ik. Ja, want wij, ik en mijn vriend waren ook begonnen met het YouTube-kanaal. Maar het werd eigenlijk helemaal niks. Het is wel echt superveel werk, hè? Dat is best wel makkelijk om je erin te verkijken. Dat echt niet. Met ons. Ja, nou, ik moet ook wel zeggen. Kijk, als je nou bijvoorbeeld kijkt naar een van mijn eerste series dus. Misschien staat het wel gewoon hier op de channelpagina. My channel. Onderin staan de oude series, geloof ik. Hier, Material Energy Cubed. Nou, die heeft nu, de eerste aflevering heeft 500 views. Maar als je gewoon kijkt, die serie is volgens mij 40 afleveringen of zo. En kijk, hier zie je, deze heeft 50 views deze aflevering. En al die afleveringen hebben gewoon zo'n handjevol met views. En zo was het heel, lang in het begin. Hier Crash Landing ook, hoor. Dat is ook gewoon, nou, een paar, ja, nog geen 200 views op veel afleveringen. En toen ik ze uitbracht, dan kreeg ik zeg maar in de eerste week, kreeg ik gewoon 30 views. Weet je wel, 20 views. En misschien een comment van iemand. En daar was ik altijd super blij mee natuurlijk. Maar dat is echt, in het begin van YouTube moet je gewoon denken van... Ik doe het omdat ik het leuk vind om deze filmpjes te maken. En als er dan één iemand kijkt... Als één iemand kijkt en die vindt het leuk, dan is het goed. Dan is... Wij hadden volgens mij op de eerste video... Toen hadden we denk ik 10 abonnees al. Toen hadden we 120 views. Leuk, maar mijn vriend die gaat naar de HAVO. Want we zitten nu allemaal op VMUT. Dus hij heeft heel hard geleerd. Dus we konden niet echt filmpjes maken. Daarom zijn we gestopt. Ja, het kost... je moet inderdaad echt goed veel tijd voor maken... Ja. En dat is inderdaad een van de problemen. Ja, en, je moet een beetje ook een schema hebben. Hè? Dat is echt super belangrijk. Ik heb dus nu sinds een paar maanden ook bovenin dat je hier op mijn channel eigenlijk een schema heb. En ook als je dan bijvoorbeeld, stel dat we nou even naar de comments gaan. Wat is een goede manier om dat te doen? Nou, laten we gewoon hier even kijken. In deze Stones hoop. Oh, we krijgen reclame. Sorry. Jesus. Jezus.
Ik kan hem al bijna skippen hoor. Hoppakee. Ja. Daar. En je houdt bijvoorbeeld je muis op mijn poppetje. En dan zie je ook, dan kun je ook lezen gelijk. Zie je hier zo? Oh ja. Ik kan het niet aanwijzen. Jawel. Hier zo staat ook welke dagen het zijn. Het is heel belangrijk om dat te doen. Want mensen. Er zijn best wel veel mensen die niet subscriben, maar dan wel de filmpjes kijken. Dus die gaan dan bijvoorbeeld denken gewoon, oh, het is vrijdag. Dus dan ga ik gewoon eventjes More to Stranded Deep kijken. Zo, ik denk dat er ook meer mensen zijn die geen YouTube-kanaal hebben, maar het wel leuk vinden om YouTube te kijken. Ja, klopt. Oh, ik kan mezelf niet eens zo vinden. Dat is ook niet handig. Ja, inderdaad. Maar je kan gewoon een account hebben bij Google en dan inloggen op YouTube. Kun je alsnog subscriben. Ja. Maar dat moet je dan wel even doen. Maar dan is het wel super chill. Want als ik nu naar bijvoorbeeld subscriptions ga, is voornamelijk allemaal Hearthstone filmpjes. Oh, dit is veranderd. Nou zeg. Deze vind ik chill. Zo. Dan krijg ik gewoon van, oh, allemaal chille YouTubers die ik gesubt ben. Hier, Skyloper. Robbers. Ja, dat zijn, en ja, dat vind ik gewoon super chill aan YouTube. En zo heb ik dus ook heel lang gekeken voordat ik begon eigenlijk met filmpjes maken. Ja. Ja. Ik vind het al interessant om te weten, ja. Dus ja, nu zijn we nog bezig met het channel. Mm-hmm. En laten we gelijk eventjes kijken gewoon wat er in YouTube sowieso te beleven valt. Als je creator bent. Ik geloof dat ik al deze dingen wel kan zien, laten zien. Oké, dus je hebt hier heb je de startpagina. Nou, dan heb je, kun je hier allemaal dingetjes instellen van of je die welke blokjes je wil hebben. Hè? En ik heb dan hiervoor gekozen om een playlist onder te hebben. En dan in het begin, what to watch next. Dus als je gesub bent, dan krijg je het zo te zien. En als je het nieuw bent, krijg je het bijvoorbeeld zo te zien. Dan krijg je het filmpje dat ik uit heb gekozen. Dit vond ik wel een leuk filmpje om te laten zien. Ook omdat we een community gemaakt hebben. Dus als je gewoon naar mijn channel komt, dan zie je, krijg je dit te zien. Maar als je gesubscribed bent, dan krijg je dit te zien van welke er in de laatste tijd zijn uitgekomen. Ja, dus dan moet je hier een beetje nadenken over wat voor indelingen je chill vindt en zo. En verder zie je dat ik een avatar heb gemaakt hier. Die heb ik, of die heb ik niet gemaakt, maar die heeft Gilles gemaakt. Heb je misschien wel gezien. Er is nog een filmpje van dat hij dat logo had gemaakt. Dat is ook cool. Ja, dat heb ik gezien. Nou, moet je even kijken. Hij staat volgens mij hier bij video's. Hier zo. Dit is hier. Patch up voor giraf. Giraf. Van, ja. En hier wordt dan uitgelegd. Maar dus dat is ook iets waar je tijd in stopt. Verder zie je hier, hou ik ook een playlist bij in YouTube. Dus ik moet dat zorgen. En ik even kijken. Het is nu 3 afleveringen voor Fortnite. Ja, dat kan wel kloppen. Ja. Ja. Dus die moeten allemaal netjes zijn in volgorde en zo. Dus als je... Als mensen bijvoorbeeld oude of terug willen gaan, bijvoorbeeld Agrarian Skies willen kijken, dan kun je hier kun je zo allemaal achter elkaar kijken. Maar dan moeten ze natuurlijk wel netjes op volgorde staan. Ja. Dus dat is ook iets dat je bij kan houden. Nou, en dan, omdat we toch wel in YouTube zijn, kunnen we bijvoorbeeld gaan naar... Oké, dus we zijn hier in de Video Manager. En dit is eventjes, ik kan laten zien wat ik hier allemaal kan... Manager, dus hier kan ik mijn aflevering in de gaten houden. En verder, bij YouTube die laat vet veel dingen zien. Meestal als je binnenkomt, hier dan gaat hij eerst naar de dashboard. En dan kan je bijvoorbeeld zien van hoe goed het gaat met hoeveel subscribers erbij komen en zo. En welke filmpjes ik allemaal heb staan. En YouTube geeft ook allemaal tips. Super handig. En wat ik hier het meeste van gebruik is eigenlijk... Video Manager gebruik ik het meeste om... dingen online te zetten of te editen. Kijk, als ik dan bijvoorbeeld hier naartoe ga, dan staat hier, kun je al die veldjes invullen en zo, van wat voor zoektermen je hebt. En die heb ik dan, al die zoektermen, die heb ik dan, daar heb ik een bestandje voor. Wacht, ik zal het eventjes erbij pakken. Dit ga ik eventjes hier doen. Kijk, anders dan laat ik misschien net wat te veel zien. Even kijken. Ik heb allemaal mappen in mijn Google Drive. Die deel ik dan ook met Sanja. En daarin zetten we dan bijvoorbeeld ook ideeën neer. Voor als we voor een aflevering zoiets van... Oh, dat is leuk om te doen. Of dat is goed. En zo heb ik ook bijvoorbeeld... kijk, mijn Hurtworld bestanden. Ja, laat ik je dat even laten zien. Dus hier heb ik allemaal Hurtworld bestanden. Dus hier staan bijvoorbeeld... Hier Hurtworld Tips. Dat is een document wat we gebruikt hebben om die...
afleveringen met tips voor Hurtle te maken. Ja. En andere plannetjes voor het onderhouden van de server en zo. En bijvoorbeeld hier heb ik een map met screencaps, dus afbeeldingen die we hebben opgeslagen om later weer thumbnails van te maken en zo. Maak je daar dan ook je voorkant van je video van? Ja, klopt. Dat is allemaal in-game dat ik daar gebruik. En dat kunnen we straks kunnen we dat wel even doen. Ik heb sowieso nog een idee over dat we straks kunnen we wel een video opnemen. En dan kunnen we daarna een beetje zien hoe dat gaat om een video te maken. Wat ik nu even wil laten zien is, hier heb ik bijvoorbeeld een bestand. Default bestand. En hierin staan eigenlijk, dit is een template wat ik gebruik. Dus dit maak ik meestal één keer per serie eigenlijk. En dan zet ik dan alles in van, en dan hoef ik het alleen nog maar in te kopiëren en een beetje dingen aan te passen. Oh ja, dat is handig. Zodat ik niet telkens opnieuw hoef te doen en zo. Ja. En dat klop ik dan hier erin. En dan meestal voordat ik ga uploaden, dan als ik het geüpload heb, dan kun je hier aangeven of het public of private is. Maar als je een video nog niet hebt public gemaakt, dus als die geüpload is, dan kun je hem schedulen. En dat betekent dat je aangeeft van oké, op dat moment, op dat tijdstip, dan moet die online komen. En dat is ook waarom de video's er vaak om precies 7:00 ochtends zijn. Ja, precies, dat is wel handig. Ja. Ik had bedacht dat het wel leuk zou zijn. Of leuk. Ik vind gewoon, als je zegt van de video is er vrijdag, dan is het gewoon fijn dat als je op vrijdag zeg maar gaat kijken, dat die er dan ook is. Dus daarom kies ik ervoor om ze 's ochtends zo vroeg te uploaden. Nou, dan zet ik er een comment bij van, weet ik veel, iets wat er in de aflevering gebeurt of als ik nog vragen heb of zo aan jullie. En dan meestal, dan krijg je dus comments erop terug en dan ga ik naar community. Ja, liefdespage. Yep. En hier zo kan ik dan al mijn comments bekijken die ik krijg. En dan ga ik ze beantwoorden. Dat is iets wat ik ook veel doe. Dat kost ook wel wat tijd. Maar dat is vaak als ik even niet weet wat ik moet doen, dan ga ik gewoon wat comments beantwoorden. En dan probeer ik ze allemaal te beantwoorden. Dat lukt niet altijd. Nee, precies. Even kijken. Hier, laten we even een paar doen. Mort, ik hoop dat je 10.000 krijgt. Ik zou het dan ook leuk vinden als je een intro maakt. Oh, ja. En dan zeg ik bijvoorbeeld van, ja, dat heb ik ook. Uitroepteken, altijd uitroepteken te gebruiken op YouTube. maar wat voor een intro dan? Ja. Bijvoorbeeld, want deze persoon heeft kennelijk een idee daarover. Dus dan ben ik wel benieuwd. Je intro, hier, hallo, Almanak. En leuk dat je hier kijken dus de naar de blub. Oh ja. Ja, dat komt omdat ik aan het begin van de aflevering, dan praat ik altijd heel snel. Dat doe ik sowieso wel eens. Maar het begin van de aflevering is altijd zo van, hey, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Moord, hoe speelt Turn the Deep. Vandaag is een nieuwe aflevering. En dan is het een beetje moeilijk te verstaan, dat snap ik wel. Ja, dat had ik fijn toen ik de eerste video keek. Ja. Verstond ik er ook helemaal niks van. Ja, moet ik wat langzamer praten. Ik moet een beetje oefenen. Dus dan zou het bijvoorbeeld zijn, hey, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering. Zoiets. Zoals goede snuiter. Ja. Daar ga ik wel op letten. Hier, thanks, Willem. Willem is natuurlijk mijn hoofdletter. Oeps. Knal. Bugs. Hashtag bugs. Omdat Stranded Deep heeft waarschijnlijk bugs, dan zeg ik hashtag just Alpha things. Ja. Alpha is altijd bug of er gebeurt iets wat niet hoort. Precies. Maar dit is dus, kijk, en dan zie ik dat ik hier heb ik al een comment gedaan. Dat heb ik vanochtend gedaan, vanmiddag. Dus dan weet ik gewoon van, oh, dan heb ik ongeveer alles gehad, zeg maar. Maar dan ben ik weer bij. Dus dat is, dat gebruik ik heel veel. En verder gebruik ik niet zoveel functies. Vaak kun je bijvoorbeeld hier in Analytics. Het is wel leuk hoor. YouTube kun je altijd heel veel dingen achter de schermen en zo bekijken. Een kleine, kijk hier. En dan bijvoorbeeld zien van, dus de afgelopen, dit is over de afgelopen 28 dagen zijn deze grafiekjes. En dan zegt hij van, groen pijltje is dus beter. En dan zegt hij, oké, het is 3. Het zal even beter gaan. Ja. Maar soms heb je ook wel eens dat bijvoorbeeld, wat bijvoorbeeld nu is dat we nu hebben 3 series in plaats van daarvoor had ik er 2. Eerst deed ik Hurtworld en Ark. En nu doe ik dan Hurtworld, Fortresscraft en Stranded Deep. Dus dan zijn het er 3. Ja, dan krijg je wel dat er meer mensen kijken, want je maakt ook meer afleveringen. Dus dat is wel logisch.
Nou ja, hier nou, kun je een beetje zien. En dan kun je bijvoorbeeld zien van, nou, hier staat ze gesorteerd op de afgelopen 28 dagen. We worden gerated, wordt het meest bekeken. Super cool. Ja. Dus dan kan ik ook een beetje kijken van, nou, wat gaat er goed? Nou, dan zie je dat hier bijvoorbeeld voornamelijk Hurt World en dan Stranded Deep en dan weer Hurt World. Dus er staat bijvoorbeeld geen Fortresscraft tussen. Zie ik dan. Denk, oh, nou, die wordt iets minder bekeken. Ja, dan kan je ook kijken wanneer je moet, eigenlijk wanneer je moet eindigen. Dat je die sneller beëindigt of niet. Ja, maar ik moet wel zeggen, ik vind het leuk als het veel bekeken wordt, maar ik maak ook vooral filmpjes omdat ik het gewoon zelf heel leuk vind. Dus ik wist dan bijvoorbeeld met Fortresscraft van ja, waarschijnlijk gaat het niet zoveel bekeken worden als bijvoorbeeld Hurt World of Ark. Maar ik vind het zelf gewoon een heel erg leuk spel en het was er nog niet. Dus ik heb zoiets van ja, het wordt best wel bekeken hoor, daar niet van. Ja, en dan, ja, dan vind ik het, nou, dan weet ik gewoon van het wordt minder bekeken, maar dat vind ik niet erg. Het is niet dat ik altijd alles doe om maar zoveel mogelijk views te krijgen. Ja. Ik speel gewoon dingen die ik leuk vind om te doen. Ja, er zijn ook YouTubers die echt alleen maar voor de views doen. Want bijvoorbeeld dan doen ze een spel en dan zijn ze na 14 afleveringen klaar mee. En een ander spel dat heel goed bekeken wordt, doen ze 30 afleveringen over. Ja, precies. Nee, ik probeer een beetje een moment te vinden waarop ik denk van nou, nu is het wel klaar. Of misschien vind ik het niet meer leuk, dan probeer ik het af te ronden. Ja, inderdaad. Ja, sommige YouTubers die springen zelfs op een trein voor views. Ja. Ja, dat doe ik niet. Ik breng gewoon wat ik leuk vind. Maar ook een beetje wat goed is. Of ja, goed. Wat kan, zeg maar, op YouTube. Hè? Want ik speel bijvoorbeeld zelf graag ook Fallout. En Banner Saga speel ik ook graag. En er zijn nog wel meer spelletjes. Wat heb ik laatst ook weer gespeeld? Nou ja, bijvoorbeeld spellen met veel verhaal erin of zo. Alleen dat past niet zo goed bij mijn channel op YouTube. Omdat bijvoorbeeld, ik probeer alles in Nederlands te doen. Of ik doe alles in Nederlands. Maar ja, dan ga ik niet een spel doen met veel verhaal. Want dan moet ik de hele tijd alles vertalen. En dan, ja, dan, weet je, dus dan, dat is een beetje, moet je een beetje kiezen van wat goed is, ja. En ook, ik vind bijvoorbeeld Hurt World is een heel leuk spel om op YouTube te doen. Omdat je moet ook dingen bouwen. Dus dan moet je een beetje creatief zijn. En dan kun je heel erg, dan stop je echt een stuk van jezelf erin. Terwijl als je bijvoorbeeld een verhaal speelt, zoals bijvoorbeeld, wat heeft dat? Nou, bijvoorbeeld, noem een spel met een goed verhaal. Of met waar je echt doorheen loopt. Welke? Far Cry, dat heeft een verhaal. Dan heb je gewoon dat je die levels doorloopt, toch? En dan ga je van level naar level. En dan is het niet zo spannend meer wat er gaat gebeuren. Dan kun je niet echt, ja, je moet wel keuzes maken, maar het is niet zo creatief als bijvoorbeeld Hurt World, waar je gewoon elke aflevering moet bedenken van, oké, wat kan ik laten zien dat leuk is? Ja, dus, je hebt altijd wel iets te bedenken op Hurt World. Ja, dus dat vind ik wel heel leuk om, daarom kies ik die series wel en andere weer niet, bijvoorbeeld. Dus dat. Laten we even kijken. Wat zullen we nu gaan doen? Ik denk dat het een goed idee is om nu, nou, laten we nog heel eventjes langs twee andere sites lopen. Namelijk, oh, ik ben hier waarschijnlijk niet ingelogd. Wacht, ik maak wel even een nieuw venster. We hebben namelijk nog twee websites. Namelijk Facebook. Kijk, hier Facebook is mijn Facebook. Ja. En daar kunnen mensen vrienden met mij worden. Dus daar ben ik ook wel actief. Niet zoveel hoor, maar dat is gewoon leuk. En Twitter, hier. Hier heb ik net een tweet gemaakt. Vandaag ook mijn eerste interview. Dat zien jullie. Oh ja. Dus dat probeer ik vaak een beetje. Sowieso komt zeg maar al mijn uploads komen op Twitter ook te staan. Dus dan kun je me volgen. Ja, of doe je ook tweets van tevoren? Dat er al eentje aankomt? Nee, dat doe ik niet. Of heel weinig. Maar dat komt ook omdat ik natuurlijk, ik heb een schema. Dus ja. Hier kun je het zien. Ja, hier heb ik het ook op Twitter. En dan heeft het ook niet echt zin om te zeggen van, ja, het komt eraan of zo. Maar als er bijvoorbeeld met de Hurt World server natuurlijk iets is, dan probeer ik dat wel hier te vertellen. Omdat je kan niet voor alles een afleveringetje maken om een aankondiging te doen of zo. Dus dan is Twitter een hele goede, heel goed om daarvoor te gebruiken. Ja. Anyway, laten we, kijk, dit kan wel weg dan, denk ik. Klein maken. Ja, dit is dus, dit hebben we ook gehad. Laten we wat gaan opnemen. Ja. Vind je dat een goed idee?
Ja, ik zat zelf te denken dat het wel tof zou zijn om Hurtwell te gaan spelen. Ook omdat jij dat ook hebt. Dus dat is wel leuk. Ja, hier volgens mij Team Dino was het, ja toch? Ja, het is de Team Dino server. Ik ga hier even de opname stopzetten. En dan zie ik je zo wel in de server. Ja, is goed. Zo. We zijn in de game. Yes, Robbie is er ook. En dan zou ik dus nu bijvoorbeeld de intro doen. Dus laten we even doen alsof het de aflevering is. We hebben namelijk net al een plan gemaakt. We gaan namelijk een enorme boot maken in Hurtworld, in de free build. Ik wilde alleen dit nog omlaag krijgen, maar dat gaat volgens mij niet lukken om dit nog lager te bouwen. Ik weet het niet. Ik denk niet dat het lukt. Of kun je misschien... Ja, want je moet altijd een dak op een muurtje bouwen. Nee, ja, oké, daar gaan we zo meteen mee experimenteren. Oké, dus dan zou nu de intro zijn van de video. Wacht even. Klik. Zo. Oké, en dan komt nu de intro. Dus dan zou het zijn... Oké, ik heb geoefend, hè. Hey, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mortu en Ruby spelen Hurtworld. Vandaag is een nieuwe aflevering. En vandaag gaan we er weer tegenaan. Yeah. Dat is de intro. En Sarah is er niet vandaag, omdat... ik ben met Ruby dus bezig met het interview. Je hebt het al gezien. En vandaag gaan we dus een boot maken in Hurtworld. Ja, klopt. Ruby, doe je ding, man. Ga ervoor. Hey, ik heb een beetje koud, hè. Ja, je hebt een beetje koud? Oké, wacht. Je kan de kit gebruiken. Slash kit. En dan volgens mij is het slash kit gear. Oh, oké. Okay. En dan kun je dat aantrekken. Dat zou wel moeten werken. Doet hij dat nou ook alweer niet? Als ik spaatje klik, dan doet hij... Heb je dat nou? Ja. Ik heb hun. Wat hun? Ik deed slash... kit en toen drukte ik spatie. Ja. Misschien ligt dat aan mijn, hoe heet het, aan mijn instelling. Wacht even. Ja, ik weet het ook niet. Weet je wat we gaan doen voor deze aflevering? Gaan we even kijken. Geef me even een momentje. Dan ga ik eventjes de time freezen, zodat het goed licht is vandaag. Ja. Oké. Dus ik ga nu de time eventjes doen. Dat kan omdat ik de admin van de server ben. Set time op 0.5, dat is dag. En dan Archon freeze time. Kijk, we zijn vandaag een beetje... Is dit midden op de dag? Ja, oké. Okay. Oh nee, ik ga dood. Oh nee. Echt waar? Weer? Nee, ja, je bent nog niet dood gegaan. Nee, maar weet je wat ik wel kan doen? Kijk, omdat ik... Oh, ben je nog niet dood? Prima. Dan ga ik eventjes een totem doen. Owner. 1. En dan kun je daarop inschrijven. En dan kun je gewoon doodgaan als je wil. Als dat moet. Zo. Ik zal het zelf ook even doen. Snel. Schrijf je in op de totem. Ja. Mag terug. Nee, ja, ik heb een span. Maar doe dan. Probeer nog even die kit, man. Ja, ik zou het proberen. Maar als ik dan bijvoorbeeld slash doe en doe kit. Ja, dan klik ik, spatie. Dan kan ik niet meer, dan kan ik ook niet meer verder typen. Ik mag maar 3 woorden schrijven of zo. Nee, echt waar? Ja. Weird. Ja. Ik weet niet wat er aan de hand is. Anders geef ik jou even een jas. Dan hebben we dat ook opgelost. Even kijken. Het heet volgens mij een coat. Nee, een jacket. Ik heb er zelf niet één. Weet je wat? Anders geef ik jou een debug backpack voor nu. En dat doe ik alleen maar omdat het een free build is. Ja. Nee, dit is god mode in een rugzak. Doe dit maar. Als je dat even aantrekt. Oké. Exclusief in de free build geef ik mensen die big backpacks, zodat ze niet doodgaan. Gelukt? Ja? Ja. Oké. Okay. Dan gaan we nu even bouwen. Ik had dus het plan om een boot te bouwen. Ja. En je kan eigenlijk niet... Kijk, dit is dan de binnenkant van de boot, Hero. Misschien kunnen we wel doen dat die boot een beetje zweeft. Dus dan maak je hier bijvoorbeeld een houten vloer. Wacht, dan moet ik hier een muurtje hebben. Bij de opbouw. Nou, hier zo aan deze kant komt dan een muurtje. En dan bouw ik vloer, groot vloer van hout. Zo, hier. Blammo. Dus dit is dan de binnenkant van de boot. En ik denk dat die 2 breed gaat worden. Ja. Het wordt wel een grote boot, hoor. Als het freebuild is, dan kost het toch niks. Zoiets. En hij moet van hout eigenlijk. Dus ik heb hier weliswaar... laat ik dit even opnieuw doen. Ja, is goed. Dus dit moet weg en dit moet weg. En de truc die ik wil, is ik wil dus
Hero, even kijken. Eerst moet hier een muurtje bovenop. Ja. Omhoog, omhoog. En laat ik dan muurtjes van één hoog maken, want